hebben verschillende modellen in ons assortiment. Dit is een hele leuke. Dit is een semi-automatische barbecue waar je met de hand de stokjes kan ronddraaien. De rotatie barbecue RVS 20, omdat je 20 stokjes hierin kan doen die je tegelijkertijd met één hand omdraai kan draaien. Ik zal nu briketten toevoegen zodat we daarna kunnen gaan bakken. Het is belangrijk om even een overhandschoen aan te doen, want dit is natuurlijk loeiheet. En je kunt het dan ook heel voorzichtig doen door rustig de briketten met een ijzeren pin te verdelen over de barbecue. Zoals gezegd moet je weinig briketten gebruiken, want deze zijn lekker heet, gaan lang mee en eigenlijk heb je helemaal niet zoveel nodig om de arrosticini goed te kunnen bereiden. Ons topmodel, de Auto Barbecue 40, voor 40 stokjes, dat is natuurlijk helemaal vet. Wat je kunt doen is automatisch de stokjes laten ronddraaien. Hier zit een knop, die zet je aan, waardoor heel langzaam de stokjes gelijkmatig ronddraaien. We zullen nu laten zien hoe je hier ook de kooltjes bijvult, zodat je daarna lekker kunt gaan bakken. Overhandschoen aan te doen, het is natuurlijk hartstikke heet als je de briketten gaat bijvullen. En dat doe je heel rustig en gelijkmatig. Eigenlijk hoeft er maar één laagje briketten bijgevuld te worden. Kun je met dit ijzertje kun je het schuifje weghalen waardoor ze in de barbecue vallen. Wel voorzichtig natuurlijk, want het is heel heet en er komt natuurlijk wat as vanaf. Maar dat kun je zo meteen weglaten. Met deze pin kun je dan makkelijk de briketten verdelen en heb je uiteindelijk je starter gebruikt om een mooi vuurtje te maken en te gaan bakken.